Met het doel de awareness over de verkiezingen onder de middelbare scholieren te vergroten, is de commissie voorlichting verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren gestart met een landelijke scholentour. Deze tour is gericht op scholengemeenschappen op middelbaar niveau om kiesgerechtigden die voor het eerst gaan stemmen meer informatie te verstrekken over de verkiezingen en hen te motiveren om te gaan stemmen. De periode van de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten is al begonnen en duurt tot en met 14 maart. De studenten worden tijdens deze bezoeken op het hart gedrukt hun persoonsgegevens te controleren. De eerste scholengemeenschap die is aangedaan is Taman Regio. De SGT bestaat uit 3 schooltypen, te weten HAVO, VWO en IMEAO, en telt ongeveer 600 studenten. De scholengemeenschappen in Nikeri, Saramaka, Wanika en het Amto in Paramaribo zullen ook worden bezocht om de informatie over de wettelijke terinzagelegging en de verkiezingen te delen. De districten waar er geen scholengemeenschappen zijn, worden tijdens de districtentour aangedaan, zodat de informatie ook hen bereikt.